Eindelijk zijn ze terug. De twee Antwerpse ultralopers Sebastiaan van der Molen en Weking van Reet. Een emotioneel weerzien. Ze liepen als eerste ter wereld de Pan American Highway uit. Van Alaska in het noorden tot Argentinië in het zuiden. 25.000 kilometer door 16 landen en maar liefst 590 marathons. Bijna 2 jaar lang, elke dag één. Hoe was dat voor jullie? Ja, als je zo terugkijkt, is het eigenlijk heel snel voorbij gegaan. En alle pijntjes en moeilijke momenten zijn dan onmiddellijk vergeten. Hè? Want dat vergeet je direct. Maar ja, het was fantastisch. Ik bedoel, ik weet nog niet of ik het direct opnieuw zou doen. De eerste weken waren zwaar, de eerste maanden waren zwaar. Maar vanaf dat de routine erin zit, ben je gewoon vertrokken. En dan is dat eigenlijk niet piece of cake, maar dan is dat wel logisch. Je lichaam is eraan gewend en je blijft dat gewoon doordoen. Door prachtige natuur, maar ook door loodzware hitte en door afmattende sneeuw. We zijn er geraakt! En dan nu nog één, de laatste om het af te leren door ons land. 3, 2, 1. Van de luchthaven in Zaventem tot de Grote Markt in Antwerpen, samen met hun vrienden en familie. Het is nu echt de allerlaatste, besef je het een beetje? Ja, nu? Ja, eigenlijk niet. En wel, het is heel zwaar geweest vandaag. Er zijn heel veel mensen heel diep moeten gaan. En wij eigenlijk ook, want we hebben 6 weken daar niet gelopen. Het is een fantastische dag geweest, maar nu begint het stilletjes aan zo binnen te sijpelen. Wat ga je nu als allereerste doen? Als allereerste? Een balletje drinken. Een balletje drinken.